het in dit item hebben over een legende. Misschien wel een van de meest belangrijke games ooit gemaakt, als je het hebt over de invloeden die deze game heeft gehad op heel veel andere games. En heb ik het natuurlijk over Counter-Strike. En waarom wil ik het nou over Counter-Strike hebben? Um, dat komt omdat er opeens um, allebei, allerlei reuring was, allerlei ja goed, mensen hadden het er opeens over. Counter-Strike, er dus zou een Counter-Strike Aankomen. En ik heb even één tweetje er gewoon uitgepakt. van iemand die dat zei. En, en, en waarom zeiden ze dat nou? Dat, dat kwam weer naar aanleiding van een, de, de engine. Daar konden ze nou weer in kijken. Uh, en de drivers van NVIDIA. En daar stond dan opeens profile. Counter-Strike 2. Uh, wat zien we nog meer hier? CSGO OS 2.exe. En CS2.exe. Counter-Strike 2. Het, het staat er allemaal in. Dus. dat kan toch maar één. Eén reden hebben, één oorzaak hebben. En dat is dat er een nieuwe Counter-Strike aankomt. Nou, er was er al vrij snel weer een aantal andere mensen, daar hebben we dan ook een tweet van. Uh, die uh, ging vertellen. Uh, making sure you understood it right. Once again. Uh, inderdaad, er is een CSGO Source 2 game profile. Source 2 is happening. Oftewel, CSGO, wat op de Source 1 engine is gebouwd, gaat nu zeg maar een. Remaster krijgen naar de Source 2 engine. En uh, CS2 action is old and irrelevant. Your skins are safe. No separate games are being made. Um, dus er wordt niet echt een compleet nieuwe game gemaakt. Nou, Valve die zegt helemaal niks. Dus we weten het niet. Is het CSGO 2? Is het Counter-Strike 2? Komt er echt een hele nieuwe Counter-Strike? Of is het alleen gewoon een grafische update? We weten het niet. Um, maar toch was het groot, groot. Groot nieuws. Um, en toen had ik zoiets van... Kijk, ik Ik weet wel wat Counter-Strike is. En ja, ik heb het zelf ook gespeeld. Alleen, ik zoog er apenballen in. Ik kan gewoon niet met muis en toetsenbord spelen. Ik kan het gewoon niet. Um, dus ik heb het eigenlijk nooit heel veel gespeeld. Ik vond shooters meer... Quake en Unreal, dat was ietsje meer mijn ding. Omdat ik ook een bloedhekel heb aan om met andere mensen samen te spelen. Dat kan ik niet. Ik wil altijd alles in mijn eentje doen. Uh, maar eigenlijk het echte shooter uh, 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 fandom is bij mij begonnen toen het naar de console kwam. Maar goed, dat doet er even niet toe. Counter-Strike is een gigantische game. En ik ben er gewoon weer eens even ingedoken hoe groot dat op dit moment is. Want vergis niet... Afgelopen februari. Afgelopen februari hebben zij hun all-time record concurrent players, oftewel gelijktijdige spelers, op Steam verbroken. En dat waren er pak een beet 1,3 miljoen. 1,3 miljoen mensen speelden, dan moet ik even goed nadenken hoor, 2023 en dan 1999, dat is 1 plus 23 is 24. 24 jaar na dato spelen 1,3 miljoen mensen tegelijk... Een stok oude game. Insane. Straks ga ik nog even hebben over hoe insane het is in vergelijking tot al die andere games. Nieuwe games, wat oudere games. Die ook een. wat hun piek was qua gelijktijdige spelers. Dus ik wilde gewoon gaan kijken van hoe groot is het nog? En waarom is het dan nog steeds zo groot? Maar eerst even een stukje geschiedenis. Ik ga er lekker snel doorheen. Uh, wanneer begon het? 1999. Uh, twee heren. En de ene is eigenlijk de meest belangrijke. En dat is de meneer die je in beeld ziet. Dat is Min Le. Uh, dit is wel een foto van uh, recentelijke afkomst. Dus hij is al wat ouder. Hij heet ook Gooseman. Dat was zijn, zijn gamertag. En samen met Jess Cliff, oftewel Cliff, uh, maakte hij een modificatie, een mod, binnen Half-Life. Half-Life, waanzinnige game, belangrijk voor het single players genre. Heeft denk ik de single player uh, game met een verhaal erin helemaal op de kaart gezet. Maar nu gaat het even om de multiplayer. Er werd een mod gemaakt. En die mod heette Counter-Strike. En uh, ja, dat was gewoon een beta. En hier zie je beelden van. Uh, excuses. We leven uh, in een 4K-tijdperk. Waarbij ik ook nog eens een keer een 8K-televisie heb gezien. Onlangs bij LG. Uh, dit is natuurlijk stockout. Maar deze game, deze beta, dit uitprobeersel van twee gasten. sloeg in als een spreekwoordelijke bom, uh, want dat is natuurlijk wat je de hele tijd aan de diffuse bent in Counter, Counter Strike. En iedereen was dit aan het spelen. En Valve die had dit door. Valve dat is de maker van Half Life, uh, ook de partij die het leuk vindt als gamers met hun engine aan de slag gaan en modificaties maken. En die hadden zoiets van hey dit, dit is tof dit. Heel veel mensen willen dit zien. Uh, het zijn natuurlijk twee jongens. Uh, ongetwijfeld vanuit een of andere kelder. of een. een, een uh, hoe heet iets, Een den. Uh, onder, uh, onder die gebouwen hebben ze meestal zo'n ruimte. Dan zitten ze een beetje die game in elkaar te knutselen. Uh, dan kun je nooit zeg maar top level bereiken. Dus zij boden deze gast aan. Kom bij ons werken en zorg dat deze game top notch gaat worden. Deze mod. En 2000 uh, was dat zover. Uh, toen werd het een officiële. Um, ja, onderdeel van Half Life. Een officiële. Losstaande entiteit, als het ware. En dat was versie 1.0. En uiteindelijk zijn we in 2003 aangekomen bij misschien wel volgens velen de beste Counter-Strike ooit: Counter-Strike 1.6. En ik heb het nog even opgezocht. Maar vandaag de dag zijn er nog steeds mensen die fucking Counter-Strike 1.6 spelen. En ik heb uh, World Cyber Games gedaan. Ik ben e-sports geweest in een tijd dat nog niemand het over e-sports had. En dan kan ik me nog herinneren, inderdaad, gasten die dit zaten te spelen op fucking kleine monitors. Waarbij ze. En dit ziet er al niet uit. Dan zetten ze ook nog eens een keer de, grafies, de, de De graphics nog lager. Zodat ze nog minder lag hadden. Nog betere en snellere input hadden. Het, ja, het was insane. Dit was 5 tegen 5. Dit was fucking. Alles op dat moment. En het is ook logisch. Want in dat tijdperk. Ja, wat had je toen? Er waren helemaal nog niet zoveel games. Uh, als je het hebt over shooters. En online gameplay. Had je Quake en Unreal, maar dat was iets, totaal iets anders. Dat was veel minder tactical. Uh, Team Fortress had je een beetje en dan hield het wel zo'n beetje op. Wilde jij tactisch, realistisch tegen elkaar knallen, dan moest je counter spelen. En iedereen deed dat. Iedereen die gamede op dat moment en dat waren er vele malen minder dan vandaag de dag. Iedereen speelde dit op kantoren. Uh, internetcafés, uh, dit was de shit. Uh, 2002, dat was dus nog eigenlijk tijdens de periode van Counter Strike uh, 30.000 servers draaiden. Counter Strike op dat moment, 60.000 spelers waren vaak gelijktijdig online. Dat klinkt nu helemaal niks met 1,3 miljoen, maar voor die tijd was dat echt heel erg veel. Uh, nou goed, game is succesvol, dan wil je natuurlijk een nieuwe versie hebben. Uh, daar is heel lang aan gewerkt, al, al in 2000 en zo wilden ze al een nieuwe maken. Die ook naar de consoles moest komen, naar de Xbox. Uh, we hebben het over Counter-Strike Condition Zero. Uh, een mooiere versie. Het zag er wat toffer uit. Maar deze versie werd niet heel erg fijn ontvangen door uh, de community. De, ja, er waren aanpassingen in die, uh, die ze nog niet tof vonden. Uh, het had te lang geduurd. En eigenlijk. Zetten ze het naast 1.6. Ja, de graphics waren hier beter, maar 1.6 was zoveel beter in balans. Dus mensen bleven gewoon lekker 1.6 spelen. En Wolf zag dit met leden ogen aan. Die had zoiets van: fuck, uh, dit gaat dus niet helemaal werken. Uh, en is toen vrij snel begonnen om uh, eigenlijk de volgende editie van Counter-Strike te maken. En dat is 2005 Counter-Strike. Source en dit is gemaakt op de Source Engine. Is dus een nieuwe engine. Um, Half Life 2 is ook op deze Source Engine gekomen. En um, je ziet het, het ziet er allemaal wat beter uit. En dit werd toch wel vrij populair. Je had toen op dat moment, kan ik me nog heel erg herinneren, een beetje de oorlog tussen de ene kant die zei Counter Strike Source, dat is de Counter Strike die je moet spelen en dan had je aan de andere kant had je ook uh, de puristen die zeiden Counter Strike 1.6, dat ga je spelen en die verketterden met elkaar echt. Je had toen gescheiden competities Source 1.6 en later uh, 1.6 Source. En uh, Global Offensive, want daar komen we dan uiteindelijk straks op toe. Um, deze game was wel een wat meer uh, succes, maar nog steeds. Het was vertraagd, er werd geëxperimenteerd. Um, en mensen, ja, weet je wel, ze wilden toch die oude levels gewoon, dust. Weet je wel, de, de bekende jongens, die wilden ze hebben. Uh, dat waren de beste levels. En. Gamers kunnen wel heel erg gaan gillen altijd om innovatie, maar over het algemeen zijn ze vrij conservatief. En um, ik snap dat ook wel. In deze wil je beter worden in die maps, dan moet je ze duizenden, 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 duizenden keren spelen om al die tactieken in de vingers te krijgen, om precies te weten waar moet ik mijn cursor neerzetten. Um, dus dit werd hem eigenlijk ook niet. Counter-Strike source verdween eigenlijk heel langzaam. Ook wel, het, het is wel veel gespeeld, maar je had toch nog steeds heel veel mensen die teruggingen naar 1.6. En uiteindelijk in 2012 kwam daar dan echt een beetje de ommekeer. En dat was Counter Strike Global Offensive. En uh, de classic maps zaten er gewoon weer in. Dus twee, Inverno, Mirage Train. Uh, Al die shit. En het knappe hieraan is dat uh, als dat eigenlijk alleen maar een grafische overhaul was geweest. van oké, okay, we hebben de oude maps weer. Dus de balans is goed. Uh, de wapens zijn goed. En that's it, dan had dit waarschijnlijk. Ja, dan had je nog steeds die strijd gehad. Dus ja, maar 1.6 is net zo tof en draait tenminste wel op een low-end specs PC. En ook daar waren wel modificaties van die het er weer wat mooier uit deden zien. Uh, maar Valve was slim. Valve maakte van Global Offensive eigenlijk een beetje de eerste live service game. Er waren season updates, um, er waren lootboxes en er was een marketplace. En die marketplace, ik denk dat dat op dit moment ook een beetje de kracht is van Counter-Strike Global Offensive. Uh, natuurlijk, de basis is tactisch fantastische game, uh, strategisch hoogstaand. Maar door goed te spelen kon je punten verdienen. En met die punten uh, kon je nou uiteindelijk weer gewoon uh, skins kopen. En skins, ja. Kijk, voor mij klinkt het echt als bizar. Ik bedoel, uh, 150.000 dollar hebben we laatst weer gezien voor een skin. Dat is de duurste skin van de laatste tijd. Daar kan je ongeveer een halve woning tegenwoordig van kopen. Ja, dan heb ik toch liever een halve woning dan een skin voor mijn uh, AK-47 of voor mijn M, uh, M16. Maar ik snap het wel. Het verhandelen van shit die je in-game wint, vrijspelt, om uiteindelijk weer. Ja, iets te krijgen wat jij heel erg tof vindt. Waarbij je remarkable bent online. Waar mensen zien: van... hé, hey, maar dat is hij. Want hij heeft die skin. Uh, dat maakt het heel erg tof. Dus ze hebben die game echt. Ja, die live service view gegeven. die nu iedereen wil hebben. En met succes. Want er wordt nog steeds ontzettend veel geld aan Counter-Strike verdiend. Ehm... Uh... Counter-Strike Global Offensive, het is nog steeds hot, het is nog steeds happening. We hebben het net laten zien, 1,3 miljoen mensen spelen dit. Um, ja, dan vraag je jezelf een beetje af, en dat vroeg ik mij ook af, van... Kijk, ik weet dus niet of het nu echt een volledig nieuwe editie van Counter-Strike wordt... Of is het zo dat iets wat fans al een tijdje gedaan hebben, want er zijn een aantal modificaties die uh, Counter Strike Global Offensive naar de Source 2 engine hebben gebracht, um, of dit dat is, dus eigenlijk een soort van remaster die de beelden een klein beetje wat meer richting de huidige tijd gaat brengen, want ja, het ziet er natuurlijk niet helemaal meer 2023 uit. Of gaat er daadwerkelijk ook echt een nieuwe Counter Strike komen met nieuwe maps? Dat laatste, ik weet het niet, man. Het is natuurlijk ook misschien wel de grootste e-sports op dit moment. Uh, de grote toernooien kijken rustig 1, 2 miljoen mensen gelijktijdig naar. Uh, die maps die zijn heilig. En ik heb hetzelfde met, met, met Call of Duty, uh, wat ik veel speel. De laatste jaren, ik, ik kom zelden nog een map tegen dat ik denk: oké, okay, over 10 jaar. weet ik nog exact hoe die map eruit ziet. Want het is een legendarische map. Het is meer van hetzelfde en uiteindelijk ook vaak. Mindere edities van dat wat je al hebt. Dus gaan ze nu. Eh, is het echt nodig om een nieuwe Counter-Strike Go 2 te maken? Nou ja, dat gaan we niet weten. Um, wat ik wel leuk vind is. Um, uh, en ik heb even een, uh, van YouTube uh, een vergelijkingsvideo gehaald die je hier ziet. En hier zie je ziet natuurlijk wel dat het allemaal er wel beter uitziet. Maar het is niet super topnotch. Uh, maar het is nog steeds een gigantisch grote game. Dus uh, ik heb even gekeken op Steam. Waar je dus Counter-Strike Go speelt. Wat is dan uh, de game met de meeste gelijktijdige spelers aller, uh, aller tijden? Dan, daar zie je een beetje aan van hoe populair het is. Nou, dat is dus PUBG. Uh, PUBG heeft ooit 3,2 miljoen spelers tegelijkertijd gehad. Dat is denk ik uh, vooral in de beginperiode toen PUBG. Koning was vandaag de dag. Het bestaat nog zeker, uh, nog zeker wel. Uh, maar het is, niet meer, het is niet meer de hype. Uiteindelijk is het volgens mij ook een beetje door Fortnite voorbij gesprek, gestreken. Uh, de nummer 2 is Counter-Strike Global Offensive met 1.4 Lost Ark. 1,3. Dota, natuurlijk die andere game die wel gemaakt is met de Source 2 engine. Uh, 1,2 miljoen, eigenlijk 1,3 miljoen ook. Cyberpunk, trouwens, 1 miljoen. Elden Ring, uh, bijna 1 miljoen. New World, 900.000. How uh, Howard, Hogwarts Legacy, bijna 900.000. Gelijktijdig. Goose Goose Duck, waanzinnige game. Uh, ik heb me laten vertellen dat het een soort van. Um, uh, God, dan ben ik de naam kwijt. Nou, het lijkt heel erg op een andere game. En uh, die game, uh, uh, die. Uh, um, ja, het is een beetje een rip-off. Maar blijkbaar is die beter als die andere game. Uh, wordt die bekeken. En dan hebben we Apex Legends natuurlijk. Een game die nog steeds heel erg goed draait. En die ook gebaseerd is op de fucking Half-Life 2 Source Engine. Vergeet dat niet. Hoe zo belangrijk is Half-Life? Zo belangrijk is die Source Engine. Ehm. Um, dus nog steeds is het massief populair. Wat is dan de concurrent op dit moment? Valorant misschien? Ik heb even gekeken. Twee miljoen spelers spelen het elke dag ongeveer. Uh, niet gelijktijdig, maar die spelen het dan. Nou, Counter-Strike gaat dan makkelijk overheen. Dus ze hebben nog steeds fucking 24 jaar na dato... hebben ze geen echte concurrentie. 24 jaar lang is er geen enkele shooter gekomen... die echt deze game niet alleen in aantallen spelers, maar ook in het e-sports gedeeld, dus competitive, een game heeft weten te maken die strategisch zo diep was dat de hele wereld eraan verslingerd raakte. Dat is insane. Um, en waarom is dat dan? Waarom is deze game dan zo goed? Want het ziet er toch niet meer uit? Uh, nee, dat, dat is ook zo. Grafisch zijn er zeker games die er overheen gaan. Maar um, ik denk dat de game perfect in balans is en... Ik denk dat de reden waarom die balans zo goed is, te maken heeft met het feit dat ze dus in 1999 heel rustig hebben kunnen groeien. Vandaag de dag kan dat niet meer. Je kunt nu niet meer een game uitbrengen als grote publisher waarvan je zegt van oké, okay, we brengen nu uit. En pak een beet, 1999 werd Counter-Strike uitgebracht. En uiteindelijk op, op uh, uh, versie 1.6, dat was 2003, was hij... Top notch. Vier jaar lang. Dus dat je tegen gamers zegt: betaal mij even 70 euro. En uh, over vier jaar is die game helemaal goed. Ja? Deal? Oké, okay. prima. Niet meer overleuren. Dat, dat gaat niet meer gebeuren vandaag de dag. Dus ze hebben heel rustig iets kunnen uh, uitvogelen hoe die balans goed was. Uh, ik wou bijna zeggen, hetzelfde geldt voor Gamekings. Dankzij de box hebben wij jarenlang kunnen aankloten met televisie maken. Het zag er niet uit in het begin. Het was één grote chaos, maar hebben we hebben alles geleerd. Vandaag de dag kan niet meer. Je moet binnen één of twee afleveringen moet je scoren. Nou, in ieder geval, Counter-Strike heeft dat verleden ook mee. Um, dan de live service implementatie met Counter-Strike um, Global Offensive. Perfecte timing. Het feit dat je nu... Uh, iets kon verdienen in de game, wat je weer op een marktplaats kon verhandelen, zodat je dan uniek kon zijn in game. Dat is perfect en daar bouwen we vandaag de dag nog steeds al uh, op. Voort lootboxes waren daar ook voor het eerst. Uh, iedereen wil dat nu. Zij zagen dat toen eigenlijk al in 2012. Dus dat maakt het ook heel erg sterk. En als je eenmaal een skin hebt van 150.000 dollar. Dan denk ik dat die meneer of mevrouw, en ik ga ervan uit dat het een meneer is, want vrouwen zijn net ietsje slimmer dan mannen en die gaan geen 150.000 dollar aan een skin uitgeven. Maar goed, um, als je 150.000 dollar aan een skin, dan doe je dat niet als je weet dat over twee weken die game niet meer populair is. Dus de involvement in die game, de skins die je hebt, de, de reputatie die je hebt opgebouwd, die wil je stand houden. Kom ik meteen bij het aspect free-to-play. Het is nu gratis tegenwoordig, dus dat betekent dat er allemaal nieuwe mensen, dus ook aan de onderkant zijn ook heel veel kids die het spelen, uh, omdat het nou eenmaal gewoon een ongelooflijk goede game is. Dus dat komt weer bij. En uh, ja, natuurlijk, Volve zit hier achter. En Volve is ook een partij, is een grote publisher. Die zitten er ook in om geld te verdienen. Maar zij hebben de games in principe niet. Per definitie nodig om geld te verdienen. Ze verdienen al game, uh, ze verdienen hun geld met Steam. De uh, Steam Deck. Uh, nou, het zijn heel veel dingen waar ze hun geld mee verdienen. Het, het grotere geld. Het is niet zo belangrijk. Tuurlijk, Strike is belangrijk voor hun. Dota is ook belangrijk voor hun. Maar het zijn een soort van ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Het zijn een beetje de de uh, het visitekaartje van het bedrijf. De um, passion projects. En als je kijkt naar. Uh, um, partijen als EA, Ubisoft, Activision, Aziatische partijen. Die moeten meteen scoren. Er moet meteen geld worden verdiend. Er is geen ruimte om heel langzaamaan goed te worden. Um, ga je nog tijd en effort steken in een game die al fucking 24 jaar oud is? Of denk je van er moet iets nieuws komen? Want het is niet meer hip en happening. Uh, je moet het de hele tijd blijven onderhouden. Je moet die toernooien blijven ondersteunen. Het zijn allemaal aspecten. Wat de hedendaagse publisher nou niet al te uh, vaak doet. Kijk naar Activision. Die heeft dan wel, weliswaar de Call of, Duty, Call of Duty Leak. Maar die plakken daar meteen zoveel geld op. Die willen zoveel geld eraan verdienen. Um, ja, daar zit Volve toch anders in. Zij hebben zoiets van: we moeten een goede game maken. En vervolgens moeten we zorgen. Dan moeten we ondersteunen wat de community wil. En tot op de dag van de vandaag is er gewoon een hele goede connectie tussen community. En de makers of de onderhouders van de game. Je kunt aangeven wat niet goed is. Wat niet goed is in de balans. Etcetera, etcetera. Ze zijn er constant mee bezig. Het gaat niet alleen om geld. Het gaat vooral ook. Het is een passion project. Het gaat erom dat ze iets in stand willen houden. Wat zoveel miljoenen mensen plezier geeft. Dat is voor mij de way to go. Om een game te maken. Je voelt je involved. Counter-Strike Go is letterlijk van Valve. Maar figuurlijk is die van de gamers en als gamers iets omarmd hebben, dan blijven ze het ook omarmen. Dan geven ze het niet zo, uh, zo snel op. Je gaat niet een game opgeven waar je zo ontzettend veel tijd in hebt gestoken. Dus komt er dan een nieuwe accountstrijk? Uh, ik vind het lastig. Ik gok zelf dat het gewoon een, een, een overhaul is, want uh, ze kunnen het niet maken door te zeggen iets wat publishers wel vaak doen: reset, jongens, bam oude Counter-Strike unavailable, nieuw Counter-Strike begint. Je moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, 150.000 skinnetje, die kun je lekker een NFT'tje van maken en aan de muur plakken. Het is done. Begin maar helemaal opnieuw. Dat kan gewoon niet. Ik, ik bedoel of ze zijn helemaal wappie daar, maar het, dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat het meer een en of het, ja, eigenlijk, de grootste kans is dat het een overhaul is, een graphical overhaul. Of wie weet, komt er wel een soort van nieuwere editie. Maar kun je gewoon de oude skins en al die effort en die tijd die je erin hebt gestoken, kun je gewoon gaan meenemen. 24 jaar na dato heb ik het dus nog steeds over die game. En niet uit een vorm van. Uh, vroeger was alles beter of uh, let's look back weet je wel even terugkijken of goede oude tijd nee deze game 24 jaar na data is nog steeds hip hot en happening en ik moet goed nadenken maar zoveel voorbeelden daarvan kan ik niet vinden dus um, waanzinnige prestatie en ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden wat denken jullie laat het even weten in de comments